comma-gebruik. Wanneer gebruik je nou een comma? Om te beginnen heeft een comma een beetje dezelfde functie als een punt. Het geeft rust in de zin. Dus als je iets leest en je ziet een comma, moet je even wachten. In je staalboekje kun je dit terugvinden. Wanneer gebruik je die comma? Dus als je dit filmpje hebt gekeken, kun je ook je staalboekje erbij pakken. Daarin wordt het ook op uitgelegd. Op drie momenten. Voor een voegwoord, bij een opsomming en voor of na de naam van iemand die je aanspreekt. Voor een voegwoord. Daarom moet je wel weten wat voegwoorden zijn. Voeg, dat is wat er tussen de stenen zit, weet je nog? Hoe je de stenen aan elkaar plakt en met een voegwoord plak je zinnen aan elkaar. Bijvoorbeeld de zin ik ben ziek en ik ga niet naar school. Dan kun je het voegwoord dus gebruiken. Ik ben ziek, comma, dus ik ga niet naar school. Dat is wat er bedoeld wordt met dat er voor een voegwoord een comma komt. Hier zie je nog meer voegwoorden. En of, dus, maar, want, omdat, daardoor, terwijl, als, behalve en voordat. Er zijn er nog meer. Maar als je deze woorden ziet, moet je daarvoor een comma zetten. Behalve, bij en of bij of. Dat is gewoon een afspraak. Bij en of bij of zet je nooit een comma. Je kunt ook een comma gebruiken bij een opsomming. Als je een aantal dingen achter elkaar als voorbeeld geeft. Bijvoorbeeld, ik vind rood, blauw, geel en groen mooie kleuren. Dan som je rood, blauw, geel en groen op. Dat ziet er in een zin zo uit. Mijn vrienden zijn Elio, Sanne, Ronald en Martijn. Ik som mijn vrienden op. Elio, comma, Sanne, comma. Let op, Ronald en dan geen comma, want hier staat het voegwoord en. Dan hoeft er geen comma. Tot slot, een voegwoord gebruik je voor of na een naam. Dus als je zegt, let je op, Elio, dan zeg je let je op, comma, Elio. Of, Elio, kom eens hier, gebruik je ook de comma. Je kunt het ook wel een beetje horen aan hoe je het zegt. Hè? Je zegt niet, Elio, kom eens hier. Je zegt, Elio, pauze, kom eens hier. En daar is dat rustteken voor. Pak ook je staalboekje erbij als je zinnen met comma's moet maken, zodat je het nog eens terug kan zoeken. Veel succes!